Veel plezier, Ricardo. Hopen dat je plezier hebt. Rustig bukken bij. Stom level. Ik doe liever Click-Clock, liever TikTok Woods dan Rusty Bucket Bay. Welk spel doe je, Rick? Ah, oh, Bittrip. Bittrip was awesome. Mad Monster Mansion. Heerlijk level. Ik vind het zo fijn. Dat is een muskel. Oh ja, wat het wel mijn mee wel over de drie banjo games, maar we hebben er één gemist. Dat is namelijk Grunty's Revenge op de Game Boy Advance. Die heb ik wel. Die heb ik ook. Die is awesome. Dat is echt één van mijn favoriete Game Boy Advance spellen. Mijn hond wordt weer gek. She's spazzing. Dus we gaan nu naar Mad Monster Mansion. Daar ben ik heel blij mee. Mad Monster Mansion is leuk. Is weer een keer iets wat anders dan alleen maar die stomme vrolijke dingen. Mad Monster Mansion heb je lekker zombies en spoken en creepy stuff. En piano spelen en doen. En precies. Mad Monster Mansion is gewoon leuk. Ik moet toch eerlijk zeggen, de originele versie van dit spel is moeilijker. Omdat je elke keer als je uit een level gaat, dan resette je notes. Want dan had je nog notescore. Wat je nou niet meer hebt. Want dit is namelijk een... Voor degenen die het niet weten, die nooit Banjo-Kazooie gespeeld hebben. De Xbox versie is een remaster, een remake van de originele van de Nintendo 64. Met Swap & Stop erin geïmplanteerd. Swap & Stop, dat was een functie in de originele Banjo-Kazooie. Dat je kon je eieren vinden en die kon je dus, niemand wist wat je ermee kon doen. Dus dat is in Freeze Easy Peak, zat er achter een ijzeren... Achter een ijzer glas lag er een sleutel.
En niemand wist dat je nou echt mee kon doen. En want het is toch mysterieus als je een sleutel draait. Ik heb zelf ook altijd afgevraagd van, wat moet ik nou met die sleutel doen, joh? Zal er iets mee zijn? En toen hebben ze van de Rare Witch Project, ik weet niet of jullie het ooit van gehoord hebben. Dat is zeg maar een fansite van Rare spellen zoals Conquered Bad Fur Day en Banjo spellen en GoldenEye en al die andere dingen. Ze hebben dus die ROM gehackt van, of niet de ROM, de originele Banjo-Kazooie hebben ze gehackt. En ze hebben dus alle informatie van Swap & Stop hebben ze gevonden. Dat Swap & Stop origineel zou eigenlijk zo een functie zou zijn in het spel. Dat je heel snel tussen Banjo-Kazooie en Banjo-Tooie zou laden. En dan die eieren over zou kunnen zetten. If you know what I mean. Oh you. Fun facts. Hij zou de officiële in de beta van Banjo-Kazooie, wat ook al Project Dream heette, zou hij de officiële bad guy zijn. En Banjo was meer een konijn, volgens mij. Het zou in ieder geval over piraten gaan en zo. Er zijn volgens mij nog beelden te vinden van Project Dream. Maar geen idee waar die zijn. Ik weet, het is niet interessant, maar altijd fijn om dingen te vertellen. Wie weet. Zo, weg ermee. Ja, precies. Volgens mij was Banjo officieel een konijn. Of een jongetje. Iets daarmee. Weg, joh. Zo. Ja, precies. En er zouden nog sommige levels van Project Dream zouden nog in de code staan. Source code van het spel zelf. Maar voor de Xbox 360 remake, of remake port zeg maar, enhanced versie, hebben ze toch Swap & Stop gefixt dat het alsnog werkt wat het zou moeten doen in Banjo-Tooie. En dat is extra skills en extra dingen vrijspelen, extra moves en zo. Ja, precies. Jammer dat ze de ziel verkocht hebben. Ja, precies, kregen een baan aangeboden bij Microsoft. En nu hebben ze de ziel verkocht aan Kinect. Voor cash. En de Rare Witch Project bestaat ook niet meer nou. Alleen maar omdat Microsoft, of omdat ze nou naar Kinect begonnen zijn. Maar je Swap & Stop items, die hebben nou ook effect in Nuts & Bolts. Krijgen we die ook weer te pakken.
Wat moet je dan pompoen zijn? Kom wel. Ah, kijk hier. Dit was officieel ook een van de plekken waar je sop en stop ei zou kunnen vinden. Die zouden in de wc zitten. Maar die heb ik al. Logo. Wee. Wat heb je opgezocht? Welke Rare Witch Project? Oh, dat is awesome. Ga een keer opzoeken wat voor spellen ze maken. Ik ben benieuwd naar. Dus eigenlijk heeft Rare toch een soort van timesplitters. Nou, ik ben wel blij dat ze dan weggegaan zijn. Want nou is het helemaal niks meer. School, yo. Oh, dit is zo irritant, hè? Vreselijk. Dit is precies hetzelfde als met die slang in Banjo-Tooie. Oh, dat was Black Mesa. Ik heb Black Mesa nog niet geprobeerd. Ik heb wel